Wat ik net heb gezien, echt niet normaal. Suzanne heeft super ruzie met die Soufian. Echt? Ja. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet precies, maar ze waren allemaal aan het schreeuwen en aan het duwen en zag echt heel erg agressief uit. Die hebben echt een hekel aan elkaar. Nee. Suzanne haat gewoon alle buitenlanders. Ja, en de Soufian die haat al de Nederlanders. Precies. Waarom haat hij Nederlanders? Ja, wat je ook over ze zegt, ze vat dat altijd verkeerd op. Ze? Wie zijn ze? Als ik door een Nederlandse man voor kankerneger word uitgescholden, hoe moet ik dat dan opvatten? Gebeurt dat echt? Ja. Echt niet alle Nederlanders zijn zo hoor. Nou, ik ken wel een paar hoor. Wat is het probleem? We zijn toch allemaal mens? Wat maakt dan uit of je Nederlands bent of niet? Ja, was het mijn vaar. Hey, hi. Ja, mijn fiets is weer kapot. Oh jee, alweer? Ja, de versnelling doet het niet. Wat heb je gedaan dan? Mijn zei ik nat en ik heb ook nog afspraken. Zeker dus met zo'n buitenlander tegenaan gestapt. Ja, het is ook wel goed. Ja, ik ga even naar binnen, trek je trouwens aan en dan kijk ik of ik dat ding kan maken. Ja, dankjewel. Voor de zoveelste keer. Gisteren was het echt fucking vet, ja, hè? Ja, echt niet. Het was echt leuk. Jee, maar via die mensen die... Ja, dat was leuk. Ja. Toch? Wat is er, man? Ik liep naar de supermarkt en ik word de hele tijd geachtervolgd, maar ik ben de grootste crimineel hier in deze land. Waarom? Dat ik zwart haar heb. Ja, maak je toch niet zo druk? Doe ik wel, joh. Nederlanders doet kei chill aanspreken en ziet hij mij en denkt van, oh, weer zo'n buitenlander. Oh, eindelijk wel. Ja, echt gek hoe het heet. Maar het was wel gezellig zaterdag. Ja. DJ draaide echt heel goed. Ik ben alleen helemaal kapot. Ja, jij wilde niet naar huis. Echt wel, hallo. Ik werd altijd lastig gevallen door die jongens. Ja, wie? Je vriendje? Ja, die kan niet van je afblijven. Dat bedoel ik niet, sukkel. Nick valt me toch niet lastig, man? Ik bedoel, die buitenlanders, man, die staan je het aan te staren. Ja, als het maar bij staren bleef. Ze gaan fluiten of gaan ineens voor je staan. Eens zat er zelfs aan mijn kont. Hé, hey, schatje. Ja, ze noemen ons sletten, maar vervolgens willen ze ons stiekem liever als die mutsen met hoofddoekjes. Oh, ik wou echt dat Nick ze gewoon eens een keer aanpakte, hè? Die zwarte. Echt. Hoi Laura. Hoi. Ik wil even vragen of... Wat moet je vandaan? Nou ja, donderdag is het schoolfeest. Wat wil je nou? Nou, mijn moeder vroeg aan mij of dat we misschien samen kunnen rijden. Want we wonen bij elkaar aan de hoek. En weet je wel, dus mijn moeder kon ook niet rijden. Ja, ik weet nog niet hoe ik ga, maar ik denk wel dat... Ja, weet je, ze rijdt dan met mij mee. Ja? Oké. Ja? Doeg, hè? Doei. Je gaat toch niet zo'n pinda meenemen in je auto? Goedemorgen, Boerman. Wat doe je nou? Gaat het? Hoi, hoi. Blijf zo met je zwarte tegels van eraf, man. Zal ik jou eens even van je kanen stoppen? Wegwijzen! En de bak. Kom, meisje. Oh. Gaat het weer? Ze zijn ook allemaal hetzelfde, hè? Kom, ik zal je fiets even overeind zetten. Nou, je kunt voortaan maar beter een blokje omfietsen als je zo zwart tegenkomt, hè? Ja. Zo. Au. Hey, Noah. Sorry van gisteren. Dat was lullig, ja? Ja, sorry, ik weet het. Het ging echt te ver. Ging zeker te ver. Maar ik meende dat niet. Mijn vriendinnen, ze doen zo lullig. Ja, vooral Suzanne. Ja, ik weet het. Haar opmerkingen worden met de dag erger. Ik wist helemaal niet dat ze zo was. Ja, de laatste tijd is ze zo veranderd. Hoezo? Waarom?
te doen, Paul? Wie ben je? Doe thuis ook. Wat ben je? Natuurlijk doe ik het ook. Meteen een grote bek, hè? Zo'n Marokkaning. Wat moet je dan? Blijf je even opraven, joh. Oh, gaan we zo beginnen. Weet je wat? Ik zal eens even de politie bellen. Moet je wel anders. Hij is mijn telefoon. Hoe je met mijn telefoon, man? Zo, jij moet je bek timmen. Zo is je telefoon. Klerenlaai. Moet je horen, super vet. Mijn vader heeft gisteren een buitenlander op zijn bek geslagen. Echt? Nou ja, bijna. Maar in ieder geval, zo'n zwarte die had dus een meisje van de fiets afgegooid. Gegooid? Ja, en vervolgens dus dacht hij er dus bovenop. Dat kan niet. Ja, dat is toch abnormaal? Ja. Ja, eerst vallen ze lastig in de discotheek. Ja. Vervolgens gooien ze gewoon op straat om Ja, en ze jatten je fiets. Ja, ook nog. Ik bedoel, ja, Nick en mijn vader zeggen dus dat ik uit de buurt moet blijven van die buitenlanders. Maar, wat? Ze mogen wel horen, want ik was wind. Wat de fuck vind je van ons? Jullie soort kan niet van mij. Wat is jouw probleem? Wat ben je? Wie denkt dat jullie kan jou nog niet kan sletten, maar vervolgens vallen jullie op de slag op, hoor. Wat is met jou? Wat jullie? Wat praat je? Omdat ze zwarte haar hebben of niet? Doe jullie dan allemaal hetzelfde, man! Hoezo? Wat doe je met ons? Wat doe je met ons? Wat doe je met ons? Jullie moeten slag op, hoor. Jullie moeten slag op, hoor. Kankermarokkaan! Juist! Mooi gezegd! Hey! Kankermarokkaan!